Deze roodbonte koe is Inessa van de familie Van der Meulen uit Oost-Rozenbeke. Deze vijfde kalfskoe produceerde tot nu toe ruim 66.000 kilogram melk met 4,53% vet en 3,49% eiwit. Daarmee komt ze uit op een productie van 3,1 kilogram vet en eiwit per dag of 2 kilogram vet en eiwit per levensdag. Daarmee behaalt ze een lactatiewaarde van 115. Ze kalfde af voor de eerste maal op de leeftijd van 1 jaar en 11 maand en haar tussenkalftijd bedraagt 385 dagen. Tot nu toe had ze nog geen enkele celgetalverhoging en op gebied van exterieur is het een heel complete, heel mooie, sterke koe die van de inspecteurs een 88 punten kreeg. Well, we hebben Inessa gekozen omdat ze wel vrij gemakkelijk produceert. Ze valt niet op in de stal, we hebben er weinig of geen problemen mee. Ze heeft dikke melk, dus de laatste. En in totaal heeft zij 5 lactaties bijna 68.000 liter melk gegeven met 35 eiwit en 45 vet. En het zaalgetal is altijd laag, was geen enkele keer boven de 100.000. Dus het is een gemakkelijk te managen koe naar uierontsteking toe. Ze heeft nog geen enkele keer een uierontsteking gehad in haar totale leven eigenlijk. Klauwgezondheid is ook goed. En naar vruchtbaarheid toe, zij stakens rap weer vol. Dus eigenlijk is Inessa de ideale boerenkoe van Vlaanderen.